openbaar vervoer. Utrecht, wij als Volt willen echt investeren in het openbaar vervoer. Dat mensen daar meer gebruik van kunnen maken. Zodat ze minder met de auto hoeven gaan. Wat beter is voor het milieu. Ook willen we zorgen dat er meer snelbussen gaan rijden. Of betere treinverbindingen. Of dat ze vaker gaan. En zodat ook de A27 niet verbreed hoeft te worden. En dat geeft heel veel rust in het Amelis-Weert kwestie. Dus we willen vooral heel veel investeren in OV. Over fietsnelweg, waarom wij voor een fietsnelweg staan, omdat wij willen dat we juist het duurzamer gaan vervoeren. Dus de manier daarvan is een fietsnelweg. Fietsnelweg aanbrengen met de buren, Duitsland, zodat we juist afstappen van de auto. Ik denk dat juist de auto zorgt voor de vervuiling en dat willen we juist niet. Het is ook gezond, we willen een gezonde Nederland, we willen een gezonde provincie. En daarvoor willen wij een fietsnelweg implementeren. Oké, okay, mooi. Ambitieus. Ja. OV naar Neder-Saxe. Momenteel staat de trein heel vaak vast bij Meppel, omdat dat de enige richting Groningen is in Nederland. En als er een tweede route bij komt via Deventer, dan kun je Groningen op twee manieren bereiken. Groningen is geen uithoek, maar eigenlijk het doorstroomcentrum van Nederland naar Noord-Europa. Dus het is zeker belangrijk dat er een tweede treinspoor richting Groningen komt, om zo de druk op het algemene treinspoor te verlichten. Dus ik ben ongelooflijk blij als die Neder-Saxe lijn er komt. Heel mooi.